De For Graduate Studies and Research, IGSR, heeft gisteravond een informatieavond gehouden over de masteropleiding Urban Planning en Design. Het doel van de opleiding is de Surinaamse samenleving en de regering te voorzien van gekwalificeerde stedelijke planners en stedelijke ontwerpers. Volgens Hans Martinus, die belast is met de voorbereiding van de masteropleiding, kunnen bijna alle ministeries gebruik maken van de afgestudeerden van deze opleiding. En we proberen dat in die master toch samen te voegen, zodat ze met elkaar tot een goed eindresultaat kunnen komen. Dan nog in de ruimtelijke omgeving. Waar is iedereen mee bezig? Ergens in die nota uit dat SI-project die moest leiden tot een ontwerp voor die modules in Urban Design, staat een verhaal dat ik heb overgenomen. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar het komt erop neer dat de planner zich bezighoudt met het grote framework van het ruimtelijke gebied. En op dit moment heb je aan de andere kant de architect die de gebouwen bouwt. En misschien het erf eromheen. En die kijkt niet verder. En dan zie je dat daar een groot ontbrekend gebied is. Een gebied dat leeg is, dat niet wordt ingevuld. En dat is het gebied van de urban designer. Martinus zegt verder dat de afgestudeerden niet alleen bij ministeries kunnen werken. Maar er moet duidelijk inzicht komen in wat een planner doet en wat een ontwerper doet. Waar kun je werken als je afgestudeerd bent? Of nee, misschien in eerste instantie, wie van de overheid zijn bezig met ruimtelijke planning? Het zijn tevens de plekken waar een afgestudeerde zou kunnen werken. In de eerste plaats bij het planbureau, hoewel het planbureau op het gebied van ruimtelijke planning niet erg veel doet. Maar we hebben wel een planwet en het meeste wat het planbureau doet is economische planning, maar een ruimtelijke component zit er nog niet in. We hebben een ministerie van openbare werken met het onderdirectoraat ruimtelijke ordening of onderdirectoraat planologie. Eigenlijk openbare werken, communicatie en transport, als ik me niet vergis. En die is eigenlijk, of dat ministerie is eigenlijk het belangrijkste ministerie op het gebied van ruimtelijke planning. Zij zijn belast met het maken van structuurplannen en bestemmingsplannen. Of dat gebeurt is het tweede, maar ze zouden het wel moeten doen. En dan als laatste hebben we ook nog een ministerie van RGB, dat een ruimtelijke ordening in zijn taken heeft. Maar in feite gaat dat, in mijn ogen althans, niet verder dan ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitgifte van grond. Hans Martinus, inleider en voorbereider van de masteropleiding Urban Planning and Design. Hij sprak gisteravond tijdens een informatieavond die het IGSR heeft georganiseerd in de aula. De start van de opleiding is gepland voor januari 2019.